Hey, goedemorgen. Zaterdagochtend. En onderweg naar de Rozenhoek. Daar is ook de delegatie uit Polen. En die komen kijken hoe het hier een beetje... Ja, hoe het hier is met de ouderenverzorging. Nou, kan een leuk onderwerp worden. Later. Even de rotonde rond. En op de achtergrond hoor je natuurlijk Johan Derks. Met muziek voor volwassenen. Lekker altijd, Johan. Good sound, boy. Zo, de bocht door. En we zitten hier op de nieuwe weg. In Hellevoetsluis. Richting Nieuwehoorn. Later. Goedemorgen. 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 Test het. Is er een hele... Translate when the other one is speaking. So they are speaking, and Mr. Bukowski is speaking, and you translate it at the same time. Almost. International congresses. That's what they're calling. And it's called Dolmetsch. It's very good. Dat loopt er een mooi buik door het beeld, zeg. Wow. Wel. Nee. Dan zit ik er zo meteen bij en dan denk ik naar die stad. Dankjewel. Zo, de delegatie is aangekomen in de Rozenhoek. Dan gaan we in afwachting gaan we eerst even koffie drinken. Later! There are people living here with mental illness. En die wonen op een gesloten afdeling. Daar gaan we dadelijk op kijken. They are living in an apartment which is has been closed from the rest of the building. Dat was lichte zorg. Die worden niet meer afgegeven sinds 1 januari 2015. En daarom zijn de verzorgingshuizen gesloten, want die hadden geen aanwas meer. Packet number 1 till number 4 was very light care. Hey, hallo. Ja, jij ook. Oh, wat is schrikken. Dat is schrikken, hè. Hey. Hier binnen. Ja, hier bij die grote tafel. Hey Monique, is dat jouw verzorg, lammetjes? Ja, die krijgen de fles van mij. Oké, oh ja, dat zijn die dus. Ze zijn verstoten door hun moeder, dus ik geef ze de fles. Oké. Hey, hallo. Well, nice. Me? Yeah? Ja, die? Oké. Nou. Sarah praat dus. Ja. Anna is Serbië. Ja. Uit het Slaanis. We zijn internationaal. A my kooperujemy, współpracujemy ze Słowenią. Ja. Na Kulo, koło Lubliany. Ja. Postal. Nee. Nee. Deze nog even vast voor de zekerheid. Stel je voor. Hè? Ja. Ja? Gaat u omhoog? Dan moet je even kijken of ze goed staat. Ja, daar gaat u.
Ja? Anita. Gaan we draaien? Anders kom ik er niet in. Nee, de broodje is iets gesmoord. Ja, gaat u weer naar beneden. Zachte landing, hè? Zachte landing. Zo. Nou, daar zit ze dan. Ja, daar zit ze dan weer. Zo. Ja. 1, 2. Zo. Kijk eens aan. Zit u lekker? Ja hoor. Ja? Fijn. Ze doet het goed, hè, mevrouw Klomphouwer? Ja. Ja. Ja, hè? Heb je het naar uw zin hier zo? Ja hoor. Ja, hè? Wordt goed voor u gezorgd, hè? Ja. Alleen het eten komt beter. Wat zegt u? Alleen het eten komt niet. Ja, nou ja, dat is dan het enigste. Maar voor de rest is wel prima, hè? Ja. Super, oké. Okay. Ze staan nu met z'n vijven. Bo u nas na 74 osoby dopiero w tym roku wypełniły taki wymóg, będziemy mieli 4 pielęgniarki, 4 pani pielęgniarki, a reszta to są opiekunowie, terapeuci. Dag Gertrude. Ah, goed zo. Ja, en wat zegt Wilden altijd? Later. Nee, geeft niet. Nou, dank jullie wel voor de medewerking dat we Ingrid, dat we hier mochten zijn, mochten filmen, fotograferen. Graag gedaan. En Gertrude voor de... Gertrude. Nou. Wow, en nog 2 van die ladies. Woehoe. Hey, dank jullie wel. Onderweg naar... Nee, niet naar morgen. Onderweg naar Brielle. Voor Brielle tegen Feyenoord. Niet het Feyenoord wat wij kennen, maar een klas te lager. Nou, en dan de tweede helft even naar Vierpolders. Voor ook een voetbalwedstrijdje. De middag is weer gevuld van Wilm. Oké, later. Stukje N57. Wel bekend voor iedereen. Hellevoet en omstreken. Nou jongens, dat was hem. Later. Vermoedelijk door werkzaamheden heeft iemand in een gasleiding geboord en daardoor is de gas ontsnapt, alles onder controle.
Nou, neem maar een slok op Wil. Hortje! Zo, jongen. Achterin! Oké. Kom aan! Doorstoppen weer! Aan het door! Is dat er een voor je eigen plakboek? Ja, ik ben vlogger, jongens. Dus, we staan voor, hè? Juist, zo is dat. Dat willen we zien. Had je net moeten doen toen Bartje zat. Vier bollen gewonnen. Kijk, dat is hem! Hoi! Wat is dat? Kippensoep. Oh, dat is lekker zeg. Nou, dan zal ik het eens even zo doen. Hallo dan. Kippensoep. En tevens een eindvlogje van Uit een dag van Wil. Ik zou zeggen, het is nog vroeg, want we gaan natuurlijk zo meteen nog lekker eten. Bedankt voor het kijken. We hebben weer een paar leuke onderwerpen gehad. In de Rozenhoek. En voetballetjes. Incidentje. En dan is dat weer allemaal weer de dag weer rond. Hey, prettige avond. Zaterdagavond. En voor straks lekker slapen. Rust goed uit. En jongen. En moet echt rotherrie gemaakt worden. Maar ja, dat is de keuken, hè. Gaat dan ergens. Excuus hiervoor. Dit is gewoon vandalisme, maar dan in huis. Maar wat we. Nou ben ik helemaal van mapen. Wow! Nee hoor. Gekheid. Tot prettige zaterdagavond. Straks lekker slapen. En allemaal weer gezond op. En ik zou zeggen, God loves you all. Hoi. Overal waar je kijkt is het gewoon even. En hoe denk je dat mensen zullen reageren? Hallo, was hij er weer? Oh, high five! Yay, high five! Yay!